ga vandaag een gerechtje maken met kabeljauw. En ik gebruik daarbij alle onderdelen van kop tot staart. Ik ga vandaag de wangen gebruiken, de keel, de rugfilet, de ingewanden, die zijn er nu al uit. En daarachter zitten de graten en daar maak ik de bouillon van. Ik heb de pan kokend heet gemaakt, een klein beetje olie erin gedaan en dan de gesneden pijlstaartinktvis toegevoegd. Die laat ik karamelliseren op de bodem van de pan. Dan voeg ik de venkel, de shallot en de knoflook toe en blus het geheel af met wat visbouillon. De zeewiersalade breng ik op smaak met wat garum, gemaakt van de ingewanden van de kabeljauw, wat sesamolie en wat gebruneerde sesamzaadjes. Ik heb de kabeljauwrugfilet licht gezouten, daarna met boter en wat citroentijm ongeveer 25 minuten in een oven van 60 graden gegaard, sous vide. Ik heb een chorizo gemaakt van gamba met gerookt paprikapoeder, wat knoflook, lekker pittig, goede combinatie bij de kabeljauw. Het wangetje en het keeltje, die bloem ik licht, die gaan door het beslag en die bak ik mooi in een hete frituur van 180 graden, goudbruin, mooi krokant. De kabeljauw is nu mooi gegaard en dan leggen we alle minuut een plakje voorverwarmde chorizo daarop. Hier is mijn gerecht, kabeljauw, waarbij ik alle onderdelen van de kabeljauw gebruikt heb.